Hey mensen, welkom bij de eerste aflevering van de Lekker Banner Week 4.0. Jawel, we zijn begonnen. Het is maandag en dat betekent dat we nog 7 dagen, of eigenlijk 6 hebben te gaan na deze dan. En vandaag beginnen we met Jorrit van het kanaal Gewoon Jorri. Hij wel een beetje een vintage banner. Dus ik ben eigenlijk via een foto van hem, waarop hij op New York stond, begonnen. En ik heb geprobeerd om het een beetje in de vintage-achtige kleuren te maken. Maar de achtergrond was niet groot genoeg, dus ik moest wat gebouwtjes duplicaten, zoals dat heet, om het nog een beetje netjes te maken. Daarna ben ik met de tekst begonnen. Hij had één zinnetje die hij erin wilde, een slogan. Dus die heb ik gewoon gepakt. Ik heb een vet, een beetje vintage font gepakt. Die heb ik er een beetje half overheen gelegd. Daarna nog wat inspiratie opgezocht, omdat vintage een stijl is die ik niet echt vaak doe. Ik vind het wel super leuk en een uitdaging is wat ik heb gedaan. Ik heb een oud papier gepakt. Die heb ik een beetje veranderd. En toen heb ik dat een beetje als overlees overheen gedaan. Daar heb ik gewoon een beetje geprobeerd om het vintage-achtig te maken. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel tot het eindresultaat. Het ziet er ongeveer zo uit. Het is best wel vet. En jullie maken dus ook nog kans bij Banner. Laat dus in de comments hierachter waarom we jou moeten kiezen. En voor de mobiele kijkers, alle linkjes staan in de beschrijving. Klik op de playlist hieronder om nog meer banners van de Bannerweek, van de vorige Bannerweek te zien. Zodat je alvast een beetje in de mood kan komen voor de komende week. En dus voor deze week elke dag een banner voor een YouTuber. Dus al wil je meer van dit soort video's zien, abonneer dan eventjes. Dan zie ik jullie morgen weer. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, doei!